Kerst is voor de meeste mensen een tijd van gezelligheid, waarin je met je familie geniet van elkaar en samen lekker wilt eten. Maar wat nou als dat niet zo vanzelfsprekend is en je voor het eten aangewezen bent op anderen? Elk dubbeltje om moet draaien om alle eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Je afhankelijk bent van de voedselbank om je gezin fatsoenlijk te kunnen voeden. Dan zijn deze kerstdagen een bron van stress, teleurstelling en verdriet. Helaas is dit voor veel gezinnen, ook in Ede, de realiteit. Dankjewel, succes jullie. Joeroe. Heel graag dat jullie hier allemaal aanwezig zijn vanavond. We gaan zo met heel kort doen. We gaan 51 gezinnen verrassen met een muziekpakket. Dus ik zou zeggen, laat je inspireren. En inspireer ook zoveel mogelijk andere mensen om iets goeds te doen voor anderen. Als we dat allemaal doen, dan wordt de wereld een stukje mooier. Dank je wel. Dank je wel. Tot ziens mevrouw, fijne feestdagen. Dank je. Ja,